wat blancheren en dan gaat het iets makkelijker. Kijk, en dan hebt u een gezellig hapje. En u kunt het proeven. Mooi pakketje. Ja, hè? Ja. En het kan natuurlijk met van alles. Je kunt het ook gewoon met ham. Meneer, hoor. Ja. Lekker? Ja? Nou, mooi. Kom, dit in het glas met sambal. Blans, hè? Dat is runde aan. Dit is runde die van, ja. Staat hier. Nee, maar het is ook heel lekker om van alles mee te doen. In principe zou je hier ook de mousse letters gaan doen. Ik wil dat wel uit. Ja, ik weet dat niet hoe kant. Ja, ja. Je moet nou naar binnen gaan werken. We gaan er nog een keer doen. Ja, dan moet je. En dan moet je met het. Nou, eigenlijk in principe hoeft het niet. Ja, maar binnen dan niet. We gaan er nog een keer. Oké. Net zo goed. Omdraaien. Oh, dan moet van de andere kant. Zo gaan. Ja. En dan nou eigenlijk al in principe een beetje naar binnen. En dan dat slaan. Oh, perfect. Ja. Nou. Nou, en als u dan iets indrukt, ik wil het zeggen. Wilt u nog een keer proberen? Dan doe ik het ook niet. Ja, is goed. Ik mag zo meteen. Maar dat is ook zo. Het is ook lastig. En je moet ook zorgen dat je altijd een goede stevige ondergrond hebt. Dat wel ook wel. Een keukenrolletje of zo eronder, dat je niet weg. Dit is een hele. Ja, dat is een beetje. Nou, ik vind het wel. Ja, ik wil nog even kijken hoe ik het dan. Nou, oh ja, dat is ook bedankt, hè? Ja, ja, ik ga nog een vet maken, dus ik weet niet of je dat wil. Nee, ik heb een poes achterin, dus ik. Oh, die vindt het hier wel heel gezellig. Ja, nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Bolletje geitenkaas, honing en dan een nootje. Maar, en wat ook wel leuk is, zelf vind ik het ook wel leuk om een keer de zwarte olijfboom voor dat je nog iets meer afmaakt. Maar Ik moet het even zien, ik dacht dat er nog een paar hadden. Ik kan ook best gewoon ideeën, het is niet opgemaakt. Nee, op het moment heb ik die nog niet. Had je die nu al direct nodig? Ja, ik heb het dan, morgen heb ik ze wel voor, maar ja, voor vandaag even niet. Eventueel wel de sjas dik, maar. Ja, dat weet ik wel weg. Succes ermee. Ja, dank u wel. Mensen doen eigenlijk 2 dagen uit de dienst. Vind je het leuk, Jan, om te doen? Ja. Ja, gewoon rijden. Dus je bent er elke dag mee bezig? Nou, elke dag 2 keer de week. Ja. Doe dat. En hoeveel patiënten heb je? 9. 9? Ja. Dat is dan een hele rit, denk ik, of niet? Ja, 7. Ja. Ja. Nou, succes ermee. Ja, gestoord die kant nu. Ja. Oké, je hebt ze. Je hebt ze. Ga je alles? Ja. Oké. Ik kan alleen maar dom blijven. Ik kan alleen maar dom blijven. Dan ga ik zo in, Ja. Nou, dan zullen we eentje van dat duimpje wel.
Maar goed, dan gaan we nu dus het duimpje op de pijp doen. Schieters, je kunt niet meer. Ja, je bent opschieters. Aan deze kant gaan stomen, dan hoor ik hem hier staan. Dingen spannen van het bloed. Ja, dit is een machine die je alles mee instellen. Je kunt de snelheid waarmee die ronddraait kun je instellen. Dus als ik hem heel snel zet, dan knalt hij in de muur aan. Okay. Als je een heel stevig deeg hebt, dan moet je iets meer druk hebben. Okay. En heb je heel slap deeg zoals een levenworst, heb je gewoon veel minder druk nodig om de deeg eruit te gaan. Ik zet deze dan gewoon op 20%. Dat is voor de verse worst, is dat beter. Hoe sneller als je het gaat, dan heb je des te meer smering krijg je van de worst. Dan krijg je een soort vet filmpje over je worst heen. Staat niet mooi, terwijl de worst helemaal niet vers is, maar dat is vandaar die 20%. Dan gaan we eerst gaan we sausage maken. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt het manueel afstoppen, dan gebeurt er verder niks. Dan krijg je alleen maar een worstje. En dan voor de rest gebeurt er niks. Je kan hem ook instellen. Dan krijg je een worstje en hij geeft het worstje ook nog een slag. Want dan heb je gelijk een afscheiding met het volgende worstje. Ik ga het allebei eventjes laten zien hoe het in de werk gaat. Eerst gewoon het worstje zo op zich. Je kunt daar elk gewicht wat jij wil, kan ik instellen. Dan is het om en nabij is hetzelfde gewicht. De sausijsjes die wij maken, stoppen wij 85 gram. Dan krijg je als ik het duimpje zo en ik druk één keer met mijn knie tegen. Ja? Hallo! Ik druk één keer met mijn knie tegen de. En dan komt het hier bij de mannen spelen. Hij geeft nou wat ik afgesteld heb, ja. Maar voor de rest gebeurt er dus niks. Je ziet het. Als ik nu nog zeg maar nog een keer, ja, ja. En dan krijg je gewoon een verse worst. Ja. Dat is niet de bedoeling. Dus als ik nou deze doe, dan geeft hij me gelijk een slinger mee. En dan is hij gelijk. Even wachten. Ik hem even afstaan. Ja? Oh ja, ja. Oh ja. Hij draait hem gewoon rond. Ja. Ja, hij draait hem gewoon rond en dan. Ja. Oh ja. Dan heb je minder snel druk, dan heb je ook minder snel. Of je wil welke keer hebben bediening doen. Dat kan. Ik kan ook de tussenpauze, tussen de ronddraaiing op zich, die kan ik ook verlengen. Dus dan hoef ik alleen maar. Ik hoef mijn knieën meteen aan te houden. Ja. Ik moet het einde van de duim aanhouden. Maar dan. Kun je als het ware in één door. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dan kun je gewoon. Dit doet hij gewoon. Ja, dat is waar. Iedereen. Maar ik heb het meer, niks? Nee. Ja. Oh, dat is wel voor je wat. Ja, zeker. Ik leg hier even neer. Ben je hem sport weer? Nee, ja. Nou, ben je mag ook sport weer. Hij zegt van. Ja, ik bedoel maar vrienden, hè? Ja. Zo, dit is net een draf. Draf niet. Ik pak hem zo weer. Ja? Ja, het duim is iets te duur. Niks, dat zie ik zo wel. Dat zie je, dat dacht ik. Wat een verschil. Ja. Ik hoor dat niet, hè? Het lijkt zo eenvoudig, hè? Maar dit is het echt. Het ziet er niet goed, maar het is, ja. Maar je smozen, hè? Ja, maar dat ben je vroeg wel een wens. Het gaat zo makkelijk. Ah, nou, mooi, hè? Dat is mooi, hè? Nee, dat is maar. Probeer het maar. Probeer het maar. Ik val dan neer, ja? Het is zo makkelijk, lijkt zo makkelijk. Ben je zwart, hoor? Het lijkt heel goed. Ja, het draait wel rond en het is vet is wat. Oh, dat mag.
Ik vind het wel goed, hè? Zie je dat een goede keer, dan hebben ze over. Nee, ja. Dat staat wel, hè? Dat staat ook nog wel. Maar ik kan zo solliciteren, toch? Ja, absoluut. is wel een goede kwaliteit als je leeft. Ja. Ik doe heel goed best doen. Maar, ja. Je zorgt dat de darm zeg maar, hier naar voren is, want als je de darm hier helemaal naar achter doet, ja, dan krijg je te veel spanning hierop. En dan gaat hij gegarandeerd, die gaat barsten. Oh, oké. Okay. Met de eerste, de tweede of de derde, maar dan gaat hij kapot. Dus altijd zorgen dat je de voorraad darm en hier voor op de pijp hebt. Ja. Eén, met één hand hou je deze vast. Ja. En dan begeleid je gewoon met deze hand de darm niet knijpen, maar gewoon heel zachtjes, licht, strelend bijna. Oh. Nou, nog een bek op. Ja, hoor ik nu even wat gezegd. Als je haar zie, zou ik het zeggen. Nee, laat een paar maar nieuw worden. Ja. En dan deze, hè? Ja. En maar dit. Ja, je het beste kun je één keer even stoken en dan gelijk weer terug met je knie. Dan hou je het wat te controleren. Ja? Dit gaat vanzelf. Nou, of niet, hè? We moeten het daar nog weer drukken, want dan... Oh ja, dan gaat het weer. Ja, ja. Oh, dit gaat weer. Hij is niet fout. Dat komt hier, hoor. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar op zich, dat niet. Kijk, ja, dan gaat het gewoon weer. Ja, dat is makkelijker van deze machine. Want vroeger had je bij die machines, dan ging de deksel die ging zo dicht. En dan moest je het ding zeg maar opwerken wat erin zat. Ja. Maar had je dan, wat jou net gebeurde, een kluitje deeg over. Ja. Moest je iets laten zakken. Deksel dingen. Ja. En onder het dingen kan jij hier dan afvullen. Ja. En dan is die weer goed. En dan, zo werk je dan steeds door. Je kan gewoon van bovenaf een keer bijvullen. Ja, dat is waar. Ja. Nou, dat is dus... Ja, ja, ja. Hier kun je dan even kijken, hier wordt gestookt. Ja, dan kunnen we deze ook nog even. Hey. Ja, is die wel hoor. De schaver heeft er wat voor mij gedaan. Want dit is een stuk vlees van het varken. En hier zit het er midden in. Dus eigenlijk is dat dit een stuk vlees van het varken. Dat heeft hij er voor mij afgesneden. Heeft hij de botjes uit, de beentjes eruit gehaald. Toen heeft hij me opgerold, aangeduwd en heeft hij me even in de vriezer gelegd. En weet je wat ik nu gedaan heb? Heb ik er allemaal plakjes van gesneden. Dus dan kunnen wij jullie allemaal een plakje geven. Dat gaan we alvast doen. En dan gaan we... Dit is gehakt. Die heeft de andere slager gemaakt, die worst maakt. Hebben jullie hem gezien? De worst is lekker kruiden in gedaan. En wat we nu zo gaan doen, is dat je het vleesje met de ronde kant van je aflegt. Zo? Zo, prima. Zo? Ja, heel goed gedaan. Zo meteen? Wil jij een beetje opschuiven? Zo. Kom maar. Zo? Heel klein. Zo. En misschien zijn er ook wel mama's die willen helpen. Kijk, krijgen jullie zo meteen allemaal een mooi rolletje gehakt. Die heeft de slager al zo gemaakt. Er zou zo een velletje omheen kunnen en dan is het een worstje. Hoe doe je dat? Die leggen we erop en dan gaan we heel strak oprollen. Ga je proberen. Rollen. Die komt. En als je dat klaar hebt, dan is dit het kopje.
doe je in de peterselie, dus gedroogde peterselie, doe je even goed aan. En het kontje ook. En dan is die klaar. En dan krijg je van mij nog een bakje waar je hem in mag doen. En dan mogen alle mama's hem vanavond voor je gaan bakken. Oh, hij lust hem niet. Klaar bent, luister eens. Als je klaar bent, gaan we even allemaal daar staan. Hier staan, gaan we even een foto maken. Laten we allemaal onze slaving zien. Gaan we foto maken. Kom maar, goed hoor. Hè? Zo. Ja, dat is het.